maar met mijn mee. Lounge waar we nu zijn, dit wordt weinig gebruikt, maar het wordt toch wel gevraagd door de mensen. Als er een kleine club mensen zijn, dan voelen ze hier toch wel iets ondernemers vanzelf. We kunnen ook kist plaatsen, uiteraard. En dat is helemaal aan de mensen zelf gebeurd. De afgelopen zaterdag is nog gebeurd, hè? Dat de mensen hier, twee mensen hier plaatsgenomen met de kist erbij. En die hebben dan daarna ook gelegenheid voor een kopje koffie, et cetera. Als er vragen zijn, stel ze gerust. Daar ben ik ook voor, of daar zijn wij voor. Dan gaan we verder naar de familiekamer. Ja, en hier is ook, als er een hele grote plechtigheid is, dus we kunnen in de aula, zullen ze ook zien, kunnen we 500 tot 600 mensen kwijt. Staan en zitten uiteraard, 200 zitplaatsen. En dan kunnen we, als het echt heel druk is, kunnen we ook nog een keer in het scherm laten zien dat wat mensen dan meemaken om toch, vooral voor ouderen, dat ze even kunnen gaan zitten nog en later afscheid nemen van de dierbaren. En dat is dan, die mogelijkheid is er. Dan gaan we even kijken naar de familiekamer. Hetzelfde idee. Dit is eigenlijk op dat moment is het alleen maar de grote aula. Ja, hier wordt ook, mensen willen dat omdat hier de kist komt en dan willen ze zelf binnendragen, dat die gelegenheid is er allemaal alleen maar. Nou, ik sta hier bij een dame die staat hier de hele dag mooie bloemstukken te maken. Wat is de trend tegenwoordig bij het begraven en het cremeren? En we gaan zeker rekening houden met de wens van de overledene en van de nabestaanden. Want wat je zelf mooi vindt, dat geef je graag weg. De kleurtjes is erg weer in. We hebben een hele periode gehad dat alles wit was. Maar nu is het toch wel weer de zachte roze, de pastels. Eigenlijk wat in de mode is van kleding. Ik ga nu weer door in de bloemen. En is het zo, u maakt een bloemstukje en dan is het klaar, afgelopen, voor de rest niks? Nee, absoluut niet. We gaan eerst met veel zorg kijken wat voor bloemen er mooi zijn, waar we uitkiezen en wat mooi bij elkaar past. Hebben we die keuze gemaakt, dan gaan we daar een stuk van maken, of rond of langwerpig, of wat voor vorm je maar wilt. Hebben we het gemaakt, dan bezorgen we het bij de crematorium, of bij de begraafplaats, of bij de rouwkamer. En dan kijken wij dat toch wel dagelijks na, want mocht er 2 of 3 dagen rouwbezoek zijn, dan kijken wij de bloemen na en goed dat ze daar mooi en fris uitzien. Niet te veel in knop, maar ook zeker niet verlept. Het is allemaal al treurig genoeg, dus als dan die bloemen er ook niet mooi uitzien, dan daar gaan we niet voor. Dat moet er wel netjes uitzien. En nu ruik ik met mijn neus heerlijke frisse lucht. Dat is tegenwoordig niet zoveel meer met bloemen dat ze ruiken. Hier nog wel. Hier nog wel. We kiezen er ook voor om bloemen die een frisse lucht te hebben. Dus bijvoorbeeld de freesia's of rozen die een lekker luchtje hebben te doen. Hyacinten en lelies worden liever niet zo gedaan, want die hebben echt zo'n doordrongen lucht. En daar wordt niet iedereen even vrolijk van. Dat is een weemoedige lucht, dus dat kiezen we niet. We kiezen voor frisse tinten en frisse luchten. En dan kijken we meestal 2 of 3 dagen de bloemen elke dag na en dan geven we het water. Okay. Zorgen we dat het er op de dag van netjes uitziet. Hier kan de kist dalen vanuit de grote aula. Dat is hier zo. Normaal gesproken gaan we met de goederenlift. Nemen wij de kist mee naar hier naar beneden en dan rijden we naar de overruimte toe. En dan gaan we nu richting overruimte. We hebben iets over de kist. Hier voeren wij in, op deze manier. Dit is zo'n standaard kist inderdaad. En dat is de oven. Dat is de oven, ja, bedoel ik daar. Ja. Nou, meestal zijn we met z'n tweeën. We moeten ook met z'n tweeën invoeren. Nou. En dat gaat als volgt. Als het goed is gaat hij sproeien, maar nu hij is niet aan. Nee. Maar dan hebben wij dus 15 seconden is dat een soort veiligheid.
En hoe heet wordt hij? Hij is nu, dan gaan we straks aan de andere kant even kijken. Ik denk nog twee dagen. Dat is hier wel nog warm. Ja, dat is niet. Ik heb vanmorgen wat iets aan voelen, maar dat is niet. Die krijgt het niet helemaal koud. Maar gewoon even steentjes terug. Maar dit steentje, zo'n steentje, is ja, uniek. Opgelegen. Dat wordt dus een uniek nummer. Ja. Dat blijft ook bij deze overleden. Maar. Oh ja. En dan, dit is dan toevallig, is het. Kijk, dit is 81.058. Dus de volgende zal dan 59 zijn. Ja, zeker. Ja, dus het blijft een uniek. En waarom, als, het nou, als zeg maar, dat we hier een goed beetje crematie kunnen, waarom duurt het dan zeg maar, bijna een maand voor je de astma op? Ja, dat is de wet. Is de wet. Dat is gewoon de wet, meer niet. En als het eerder wil, dan gaat het via de officier van justitie. Ja, en dan kan het binnen een paar dagen kan het gerealiseerd worden. Oh, okay. Puur maar het is echt de wet. Het is puur wettelijk. Ja. Ja. En hoeveel per dag crematie? Verschillend. Maar, dus het is niet zo... We hebben een hele drukke periode achter de rug, maar nu is het zo omdat de omgeving Delft is erbij gekomen, Zoetermeer is erbij gekomen. Dus wij zitten nu aan de, als we echt druk hebben, dan hebben we dat 10. 10 dan hebben we druk. Ja. Maar je wordt gemiddeld, altijd die dag crematie. Dat is nog op het verlof. Ja. Dat is ook weer de wet. Wij krijgen een verlof tot crematie, tot verbranding, of ontleding van het lijf, wat allemaal opstaat. En dat moet voor die dag moeten we dat realiseren. Voorkant inderdaad. Ja. Wij voeren daar uiteraard in. En hier ziet u dus het verschil. Die oven hier is nog 300 graden. Nou, dit is zeg maar de oven, zeg maar, waar alles uitkomt. Hoe werkt dit een beetje? Ja, het is gewoon een computergestuurde oven. En, wij warmen 's morgens op. Met beide ovens tegelijk. En als er dus een overledene beneden komt, zoals wij het dan noemen, dan gaan we verder met ons werk en dat noemen we dan cremeren. En hoe lang duurt het eigenlijk voordat de mens op is, zeg maar? Gemiddeld een anderhalf tot twee uur. Dan hebben wij een keurige crematie achter de rug. Allemaal computer gestuurd? En alles is computer gestuurd. Ja, we doen alleen even de bedrijfsstand aan en dan gaat hij vanzelf weg. We halen met die rakels die daar liggen. Ja. Oh, die komen wij tot aan het eind en dan halen we de stoffelijke rest. Okay. Zoals wij eerst doen is de stoffelijke rest die hier naartoe. Ja. Dus dat zal ja. En dat gaat hierin. En later gaat het naar beneden, naar die pan. Ja. En dat verwerken we daarna weer daar. Gaan we dat, en is het lichaam dan helemaal weg of moet je dat nog kapot malen? Dat moet. Hoe lang bent u eigenlijk met een overledene bezig voordat u zeg maar helemaal klaar bent in het procedé? Dus als hij binnenkomt en de crematie, hoe lang duurt hij dat ongeveer? Dat verschilt natuurlijk. Het ligt aan de auladienst hoe lang die duurt. Dat kan variëren van 3 kwartier tot 2 uur. En dat is niet aan ons. Dat is de wens van de familie die dat wil gaan realiseren. Dat is niet aan ons. Kunnen jullie ook hier grote dikke? Echt heel dik? Ja, als dat zo is wel. Maar we hebben natuurlijk een bepaalde maat. Daar kunnen we niet verder dan 80 centimeter invoeren. Ja. Als je Zoetermeer hebt, die hebben natuurlijk een nieuwe crematie open. En die gaat tot een meter. Wat gebeurt hier precies? Het is wat wij noemen de verwerkingsruimte. Hier verwerken wij de stoffelijke resten tot as. En dat is de cremulator die u ziet. Ja. Daar worden de stoffelijke resten vermalen tot as. Ja. En dat wordt later verwerkt wat de mensen de wensen zijn. Dus of het is de algemene nis waar deze bus in gaat, of de mensen komen zelfs een koker ophalen. Of mensen verstrooien hier op het land. Ja. En een zee uiteraard, dan hebben we een aparte zakken voor. En dat gaat dan eens in de 3 maanden gaan we naar de Noordzee om te verstrooien in de zee, in het water. Dus hier werden ook edelmetaal verwijderd worden? Ja, die worden hier normaal mee, alles wat magnetisch is, dat wordt hier verwerkt in de cremulator. Dat doet de magneet zelf en wat dan niet magnetisch is, dat verwerken we later en dat gaat in een soort kluisje. En dat wordt later door een juwelier opgehaald en dat wordt keurig verzorgd. En wat daar dan van overblijft aan geld, dat wordt naar de hele diverse goede doelen gestort.
Wat gebeurt hier precies? Hier wordt standaard natuurlijk alles opgenomen op CD en op DVD. Dat is, als de mensen daar behoefte aan hebben, kunnen ze dat uiteraard bestellen. Vaak wordt het ook van tevoren al besteld. Dan weten we waar we aan toe zijn. Hier zit het punt waar de muziek eigenlijk van tevoren opgenomen wordt en verwerkt voor de aula's. En wat hier in de computer gezet wordt, wat ingelezen wordt, dat correspondeert met de aula. Nou, ik sta hier bij een meneer met een hele mooie gereedschapkist. Waar is dit voor? Allereerst is dit een verzorgingskoffer, geen gereedschapskist. Dus iemand is komen te overlijden en wij worden gebeld door de uitvaartverzorger. Dan hebben wij deze standaard bij ons. Hier zitten bijvoorbeeld, om even een kijkje erin te nemen, hebben wij bij ons middelen om het lichaam te kunnen reinigen. Dat doen wij door middel van een washandje. Verzorgend wassen noemen we dat. Dat is al voorbevochtigd en geparfumeerd. Eventueel kunnen wij dat aanvullen met een bepaalde wasfoam. Nou, dan reinigen we het lichaam mee. Na het reinigen van het lichaam brengen wij incontinentiemateriaal aan. Dat zit ook in deze koffer. Wij hebben spulletjes in deze koffer zitten om het mond en de ogen te kunnen sluiten. Dus dat ziet u hier bijvoorbeeld, oogkapjes. Dat is een kapje, die brengen wij op de lens aan. En dat houdt de natuurlijke bolling van het oog en de puntjes die erop zitten houden het ooglid netjes dicht. Dat zit erin. Eventueel geurdruppeltjes voor mocht er onaangename geuren rond het lichaam zijn, kunnen wij dat ook nog verdoezelen. Wat cremetjes, eventueel nog wat poeder om de kleur terug te halen in het gelaat. Nou, voor de rest hebben wij een neutralisatiefiltertje, ook weer om de geuren rond het lichaam aangenaam te houden. Vaseline om de lippen mee in te smeren, tegen het uitdrogen. En dan voor de rest de voorkomende dingen. Nagelschaartje, nagelschoonmaak setje met een vijltje erin. En ook om eventueel onder de nagels nog te kunnen schoonmaken. Pincet, schaar, dat hebben wij ook nodig voor het sluiten van de mond. Handschoenen, wij werken heel hygiënisch, altijd met handschoenen. Ik sta hier bij een heel prachtig ding op wat hier neerlegt. Dit is het alternatief op een kist, zeg maar? Ja, dit is een alternatief voor een kist. Dit is een lijkwade. En ik ben van huis uit textielkunstenares. Ik maak normaal wandkleden. En ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met het maken van lijkwades. En in wezen maak ik ze op dezelfde manier als een wandkleed. Ik schilder een zeefdruk zijde. Ik begin eigenlijk met witte zijde. En dan schilder ik daar patronen op die ik later uitknip en in het vilt verwerk. Maar ik maak ook een grote sjaal bij het hoofdeind. En verder zit er een linnen binnendeken in. Zo bestaat hij uit drie delen. Je hebt natuurlijk wel een ondersteuning nodig om het op te leggen. Maar je hebt geen kist nodig.
En hoe lang gaat die zeg maar mee, zeggen ze dan altijd, als die in de grond ligt? Dat weet ik niet precies. Wol is wel een natuurproduct, maar is ook een heel duurzaam product. Dus het degradeert heel langzaam. Maar hoe lang dat daarover doet, in elk geval langer dan de meeste andere stoffen. Hoe voelt het nou om zo'n ding te ontwerpen en weten waar het voor bedoeld is? Hoe voelt dat? Nou, voor mij is ik ben wel gewoon met iets bezig waarvoor je denkt, nou, je kan iets je kan iets meer betekenen, want het voor mijn gevoel wordt het er warmer door dan bij een kist. En je zou, zeker als je dat natuurlijk van tevoren de dood ziet aankomen, zou je hem ook op specifieke thema's en kleuren helemaal kunnen toesnijden. Dus voor mij, aan de ene kant voelt het als een opdracht, als, net zoals ik een wandkleed maak, ik leef me in de problematiek. En aan de andere kant voelt het van, nou, ik draag ook iets bij waardoor dat afscheid wellicht mooier kan worden.